Breng je armen horizontaal, zijwaarts, met allebei de palmen omhoog. Laat overbodige spanning vallen, zodat je ellebogen onder je schouders zijn en je het gewicht van de ellebogen kunt gebruiken om de schouders te ontspannen. Draai van de rechterarm de duimen naar voren helemaal rond tot de palm bijna omhoog wijst. Zo ver mogelijk tot die omhoog wijst. Check je lichaam, kijk of je zo goed mogelijk in het midden kunt staan. Hoofd recht omhoog, overbodige spanning laten vallen. Handen op schouderhoogte ongeveer. En draai dan allebei de armen in de schouders. En je draait je armen alsof je een touw draait. En blijf draaien, steeds zo extreem mogelijk naar de ene kant, als het ware jezelf wringen, uitwringen, en dan naar de andere kant. Je kunt gewoon rustig naar voren blijven kijken. En breng de beweging nu naar een centrale as. Midden van je borstbeen, misschien iets achter het borstbeen. En dat wordt het centrum van de draai van de armen. De armen draaien nog steeds in de schouders, maar de borstkas draait als het ware mee. Ook fysiek aan de buitenkant, het is niet alleen een idee van binnenin. Maar echt de borstkas mee laten werken in de beweging. En nu, als je de eerste draai maakt, als je de kant waar je de palm naar boven draait, daarmee stap je schuin naar voren, een soort kumpu. En elke draai is dan ook een stap. En iedere keer schuin op de voorste voet stappen, zodat je voorste voet niet hoeft te draaien. En je kijkt in de richting van de voorste hand, maar de strekking gaat in twee richtingen. Vanuit het centrum. En de as is niet alleen een draaipunt, het is ook een motor die je armen uit elkaar drukt. En je gebruikt die motor om je armen zo ver uit elkaar te drukken dat er vanzelf een omslagpunt ontstaat. En je probeert dat omslagpunt te gebruiken om ook te stappen. Vervolgens verleg je je aandacht naar het gebied tussen je schouderbladen. En je strekt zo ver door naar voren en naar achter, dat er als het ware vanzelf een vibratie ontstaat tussen je schouderbladen. En je blijft jezelf uitwringen aan dat touwtrekken in twee richtingen. Al draaiend aan dat touwtrekken.